Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Media Raven en Garage Eddie van Ontergaan. Welkom bij het derde seizoen van Blue White Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik zit hier in Gent met Michal, Milan en een heel special guest voor de eerste aflevering van het derde seizoen, Arnar Vidarsson, manager sports bij AA Gent. Arnar, welkom. Dank je. We zijn heel blij dat wij u hebben kunnen regelen, zeker nu in de midden van de transferperiode eigenlijk. Dus grote dank om te komen hier. Maar wat zijn uw specifieke taken eigenlijk bij Gent? Wat doe je precies? Wat houdt dat in managersport zijn? Eerst en vooral is dat natuurlijk misschien wel de ondersteuning naar de eerste ploeg. De grootste verschil misschien met de nieuwe manier van werken dit seizoen in vergelijking met de voorbije jaren is dat ik gebaseerd ben, mijn kantoor, mijn bureau, mijn dagelijkse werk gaat door op Oostakker. Dus bij de eerste ploeg, bij de technische staf. Vorige jaren was er eigenlijk, van de management was er eigenlijk niemand op Oostakker. De technische staf en de spelers waren daar uiteraard, maar niet iemand zoals ik. Dus dat is misschien wel de grootste verandering. Dat is ook wel mijn grootste taak, om daar een beetje te ondersteunen en te managen, dat het daar allemaal verloopt zoals wij willen. Uiteraard is de hoofdcoach en zijn staf de grote bazen, maar als er iets is, dan kan ik helpen. Dan kan onze teammanager Simon kan dan helpen, Gunther Schepens is daar ook. En wat er ook dan daarbij komt in het takenpakket is uiteraard scouting en zoals wij in een hele mooie term squad management noemen. Dus dat we een keer kijken, samen met de scouting en de screening, wat dat er nodig is. Wat dat wij graag zouden willen binnenhalen, wie dat er eventueel zou mogen of kunnen vertrekken. Dus dat is eigenlijk nu meer op Oostakker. De voordelen daarvan zijn is eigenlijk dat de lijnen zijn heel kort. Dus als er een speler van de scouting komt, naar Gunther of naar mij, dan kunnen we eigenlijk heel snel schakelen naar Wouter of Kevin of Millie of Gert-Jan of wie dan ook van de staf. Of zelfs naar de fysieke trainers om wat data te vergelijken van onze spelers of een potentiële nieuwe speler. Dus heel kort is dat een beetje mijn takenpakket. En dan zijn er uiteraard een heleboel andere zaken die daarbij komen, die wij eigenlijk nog maar net mee begonnen zijn. Dat gaat dan over de jeugd, dat gaat over de U23, jonge agent. We willen ook wel op termijn heel graag de ladies iets beter en nauwer gaan opvolgen. Dat is allemaal toekomstmuziek, maar op dit moment zijn we eigenlijk heel hard bezig met die mercado en kern samen te stellen, zodat dat zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk met de wensen van Wouter en zijn staf komt. Ja. Was het een grote stap voor u om van het trainerschap te switchen naar zo'n meer echt sportieve rol, zo'n diepgaandere rol, dan echt zo effectief de spelers maar trainen? Ja en nee. Het is natuurlijk iets totaal anders. Dus wat je dan. Ja, ik ben een beetje een voetbalbeest. Dus wat je dan wel mist, dat zijn natuurlijk wel de trainingen. Dat is op het veld staan. Dat is bezig zijn met die. Wat ik vorig jaar gedaan heb. Bezig zijn met de jonge gasten. En hopelijk hun wat iets bijbrengen. Dus dat mis ik uiteraard. Maar dus op dat vlak is dat wel een hele grote verandering. Maar ik heb dit natuurlijk ook wel gedaan bij de voetbalbond in IJsland, waar dat ik technisch directeur was voor 3,5 jaar, denk ik. Maar daar had ik een beetje een duo-baan. Dus daar deed ik de U21, de nationale ploeg, daarbij en later de eerste ploeg. Maar dat is anders. Dat is dan in die FIFA-windows dat je dan eventjes 10 dagen of 14 dagen trainer bent en de rest van de tijd ben je eigenlijk een manager. Dus ik ken het wel een beetje, dus het is anders. Het is aanpassen, omdat er ook wel, en dat is ook geen geheim, wat dat voor mij nieuw is de makelaarswereld. Ik heb daar geen ervaring mee met het kopen en verkopen van spelers. Dus, en daarom is het gelukkig, is onze team heel sterk.
waardoor dat niet alle dossiers bij mij liggen. Dus dat ligt nogal, dat ligt bij de hele management. En nogmaals, gelukkig, want als ik alles zou moeten doen wat dat Michel vroeger deed, nu is dat natuurlijk wel opgesplitst in sport en non-sport, Seba en ik. En dan een aantal mensen daar rond. Maar alles wat dat Michel deed vroeger, dat is toch wel moeilijk, omdat de voetbal ook gewoon veel, veel groter is geworden. Dus heel veel respect voor Michel dat hij dat allemaal heeft kunnen doen voor al die jaren. Ja. Het was een vraagje van een van onze fans. Zo een transfer, zowel inkomend als uitgaand, hoe gaat dat precies in zijn werking? Zo, van begin tot einde, hoe verloopt dat? Dat is eigenlijk wel een lange proces. Mm-hmm. Soms is dat heel kort, maar meestal is dat wel lang. En dan begint eigenlijk met wat dat wij screening noemen. Dus we hebben onze scoutingsteam is eigenlijk verdeeld in screeners en scouts. Dus in de screening, wat wil dat eigenlijk wel zijn? Dat wil eigenlijk zijn dat wij competities gaan kiezen die interessant zijn voor ons. Bijvoorbeeld, wat hoort er dan niet bij, is bijvoorbeeld de Premier League. Wij gaan daar niet gaan, ja, dat zijn spelers die wij niet kunnen kopen. Dus Portugal, Nederland, Frankrijk, zeker Ligue 2. Ook kleinere competities, zeker in Scandinavië. En dus al die competities die wij zelf kiezen als club, wat dat interessant is voor ons, gaan we gaan screenen. Dat wil eigenlijk zijn dat er mensen zijn die bijna alle wedstrijden van die competitie zien. En die gaan eigenlijk gaan bepalen welke spelers zijn in die competities interessant voor ons. Of zouden eventueel interessant kunnen zijn. Max Dien is een voorbeeld van die uit zo'n screeningproces is gekomen. Daarna komt dat eigenlijk bij de scouts. Dan hebben we een aantal scouts die fulltime voor ons werken. En die gaan echt gaan kijken, diepgaand op beelden, of dat interessant zou zijn of niet. Dat gaat dan ook vaak, welke positie is dat? En dan begin je ook wel echt te kijken naar, eventueel begin je dossiers op te stellen over de karakter, over de opvoeding, de hele carrière. Hoe is die speler getrouwd of is hij alleen of spreekt hij talen? Dat soort zaken. Ja, dat is iets wat veel mensen vergeten, denk ik. Hè? Zo persoonlijke aspect. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is eigenlijk, die scouting is niet alleen dan die beelden echt gaan diepgaand gaan bekijken. Daarnaast wordt er eindelijk een rapport gemaakt over die speler. Gaan we echt gaan... en dat is nu iets gemakkelijker nu dan in mijn tijd. Nu moeten de spelers gaan oppassen, want we gaan al ver. We gaan al gaan kijken op de social media van wat posten ze, wat liken ze. Dus dat is... En daar kun je tegenwoordig veel over doen. Ja, je kunt veel... je kunt al die interesse van iemand wel zeer snel. Dus als er... heel veel alcoholische dranken worden geliked, dan hebben we al een probleem. Oké, ja. Kunt u al wat meer vertellen over onze twee nieuwe aanwinsten van vorige week? Ito en... Varela. Ja, dan kan ik misschien toch de laatste fase van dat linken aan deze twee van zo'n transfer inkomen dan. Dat is dan... En dat zijn eigenlijk dan, als wij beslist hebben van kijk, dat is hem, dan beginnen de onderhandelingen. En dan kom je eigenlijk meer naar het financiële, zowel bij de club, waar dat je de speler wilt gaan halen, als bij de speler zelf. Dus er zijn ook bepaalde regels, FIFA-regels, die zeggen dat je eerst een akkoord moet hebben bij de club, voordat je mag onderhandelen met de speler. Dus dan moet je eigenlijk echt ook gaan... Dat is ook strategisch. Je moet gaan beslissen, gaan wij een bod doen dat redelijk laag is of hoog is? Hoeveel tijd hebben wij? Als je een gevoel hebt dat een club misschien wel geld nodig heeft, dan kun je wat lager starten met hun bod. Dus dat is eigenlijk de financiële strategie die daaraan eigenlijk dan aan gelinkt is in die laatste fase. En dit is ook wel de moeilijkste fase van een transfer, om tot een akkoord te komen. Om een deal te sluiten, dat duurt meestal ook wel het langst. En dat is ook wel echt een
heel specifiek en speciaal en dat vraagt ook wel wat redelijk wat ervaring in de verschillende dossiers. Dus bijvoorbeeld met Ito is het bijvoorbeeld met Japan, dus daar speelden in de J-League. Daar hadden wij al ervaring mee, omdat wij al wat Japanners in onze ploeg hebben ondertussen. En ook Zuid-Koreaan met Hong. Dus de club heeft eigenlijk al een beetje een ervaring van hoe pakken we dat het best aan om te gaan onderhandelen met Azië. En Ito is, om dan te komen naar jouw vraag, Ito is een dynamische middenvelder. Heeft al een aantal wedstrijden voor de Japanse nationale ploeg gespeeld. Is niet zo lang prof, want ging heel lang naar wat dat ze ginder noemen. Ik denk dat universiteit. Ja, ja. Daar heb je een hele competitie van en van goede school en al. Ja, voilà. Kijk, ik heb daar. Hij is ook scout. Ja, voilà. Of een screener, ja. Kijk. hij heeft dus bij zijn ploeg eigenlijk wel redelijk wat stappen gezet in de voorbije jaren. Japans internationaal geworden, dat wordt hij natuurlijk niet zomaar. Kapitein ook zeker. Kapitein van de Reds. Dat trouwens bijvoorbeeld de club van waar dat hij komt, dat is een club die bekend is voor de beste supporters te hebben van heel Japan, laat ik mij vertellen. En dat ziet u ook wel op de beelden als je kijkt naar die thuiswedstrijden van die ploeg. Dat is indrukwekkend. Dus dat is een dynamische middenvelder die eigenlijk wel zowel kan scoren als assist geven. Een beetje wat dat wij nu in de moderne termen box-to-box middenvelder noemen. Heeft wel die ervaring om te spelen op dat niveau. Het is niet iemand die wij... het is eigenlijk wel iemand die wij dan graag... waar dat wij eigenlijk graag directe inzetbaarheid en directe impact willen. En dat hij heeft op de ploeg. Dus het is niet een speler die we kopen die rustig mag rijpen voor 6 maanden na een jaar. We willen heel graag dat hij zo snel mogelijk minuten begint te spelen. Helio is een ook iemand die niet zo lang... prof is, maar een ander type, een echte winger, kan links, kan rechts spelen. Hij is ook fysiek sterk. Ja, zeer explosief, snelheid, ja, diepgang. Als we dat misschien moeten vergelijken met iemand, dan kunnen we dat misschien best vergelijken met iemand gelijk Pencil van Genk. Ja. Mm-hmm. Ik dacht misschien op een hoger niveau dan nog, omdat hij ook fysiek zo sterk is, Adama Traoré. Ja, hij is niet zo breed, ja. Maar hij is wel, ferm. Ja, is wel een indrukwekkende verschijning. Dus daar wil je niet een arm wrestelen met zo iemand. Dat gaat niet goed komen. En hij is eigenlijk iemand die een hele goede actie heeft, zowel langs binnen of naar binnen of naar buiten. Werkpunten, misschien wel afwerking en voorzetten. Dat is het is nog ruw soms. Dus, maar dat is ook wel normaal als jij van die competitie komt en als je niet langer prof bent dan hem. En dat is dan wel iemand die wij wel wat tijd moeten of willen gunnen. Als we dat dan vergelijken, die transfers een beetje. Ito is eigenlijk een beetje onze vervanger voor Julien. En het was belangrijk om daar iemand binnen te halen die toch wel wat ervaring heeft. Dat je Julien niet kunt vervangen zomaar. Gewoon de volgende Julien gaan halen. Ik denk dat wel duidelijk is voor de mensen. Want Julien was niet alleen... ervaren, dat was ook, en een goede speler, is ook een Belg, was ook een leider in de kleedkamer op het veld, dus dat is niet zo simpel om zo iemand te vervangen. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de twee nieuwe gasten die wij vorige week binnengehaald hebben. Is het een beetje duidelijk? Ja, natuurlijk. Ja, hoe kwam dat binnen eigenlijk, dat vertrek, dat Julien eigenlijk weg wilde, denk ik, dat toch wel... een verrassing was voor jullie ook, of niet? Ja, het kwam hard aan. Omdat jij... Weet jij, eind vorig seizoen heeft Sam heel veel inspanningen gedaan om zowel Julien als Sven te verlengen.
omdat dat spelers zijn die gewoon super belangrijk zijn. Je hebt, als je echt wilt meedoen op termijn voor de prijzen, dan heb je hebt ervaring nodig, je hebt leiders nodig, je hebt spelers nodig die de competitie kennen, je hebt Belgen nodig. Er zijn ook wel regels in België dat je zoveel Belgen nodig hebt in de kern en op het wedstrijdblad. Dus het is onmogelijk om alleen maar buitenlanders te gaan halen. Alleen is het wel zo, en mensen weten dat misschien niet, maar het is ook wel heel moeilijk om Belgen te halen. Want iedereen heeft die Belgen nodig en iedereen weet ook wel, kent de waarde van hun Belgen. Dus niet de clubs in België zijn niet zo happig om hun Belgen te laten gaan. Wat dat wil zeggen is natuurlijk dat de vraag en aanbod is... wil het wel zijn dat de prijzen gewoon heel hoog zijn. En dan wordt het wel moeilijk soms om die te gaan halen en kopen. Waarom ben je naar Gent gekomen? Allee, had je al een bepaald gevoel bij het bestuur of zo dat u heeft aangetrokken? Of, Ik ben oorspronkelijk binnengekomen eigenlijk via Hein. Okay. Dus ik ken Hein uiteraard heel lang. Dat was... mijn mentor als ik begon te voetballen. Hij was al in aan het einde van zijn carrière en ik was een jonge gast die begon bij Lokeren, dus we hebben samen gevoetbald. En dan uiteraard heel vaak tegen elkaar, hij als trainer, ik als speler. Dus ik heb eigenlijk altijd wel een goed gevoel en een goede band gehad met hem. En op een bepaald moment dan kwam het ter sprake van om de jong agent te gaan doen. Het was eigenlijk op Hein zijn aanraden dat hij bij Michel en bij Ivan de Witte is gegaan om te zeggen van kijk, Artnar zou misschien wel een mogelijkheid zijn voor jonge agent. Dus zo ben ik binnengekomen. Maar en nu voor mijn nieuwe functie was het eigenlijk onverwacht. Uiteraard was ik zeer vereerd, want het is een grote verantwoordelijkheid en een hele mooie uitdaging. En ik heb dat al vaker gezegd, bij een van de mooiste clubs in België. De mensen moeten heel goed beseffen wat dat... Ik heb het ook wel anders gekend. De mooiste stadion van België. Beste supporters. Beste supporters, absoluut. Daar ging ik mee eindigen, maar daar zit mij al voor. Dat moet je overal zijn. Ja, en een fantastische oefencentrum, zowel in Oostakker als op PTC. Dus... de infrastructuur van Gent is echt top. Zoals je zegt, de supporters zijn meer dan top. Dus eigenlijk was dat onverwachts toen Sam mij dat vroeg, ergens midden april. Maar ja, hij vroeg haar naar, ziet je dat zitten? Anders moet je er even over nadenken. Bel mij binnen een paar dagen en... mijn antwoord was eigenlijk heel simpel, Sam. Ik hoef jou helemaal niet op te bellen binnen een paar dagen. En mijn antwoord is ja. Dus het was gewoon, zoals ik zeg, een hele mooie uitdaging en een hele mooie project. En als mensen die Sam kennen en met Sam hebben gesproken, het is zeer, denk ik, normaal en gemakkelijk om direct verkocht te zijn voor zijn project. Hij weet perfect wat dat hij wil, hoe dat hij dat wil bereiken. Ja. En met en de tijdspannen en hoe dat hij dat wil opbouwen. Dus dat is al dat is echt een verademing in de voetbalwereld, waar het wel... dat is wel aan het veranderen, gelukkig, maar vroeger ging het heel vaak over emoties. Dus werden beslissingen echt genomen van shit, we hebben die wedstrijd verloren, iedereen buiten en een volledige nieuwe staf of 3-4 transfers te doen. En nu is het gelukkig meer en beter gestructureerd. Ja. Omdat je over Jong Gent begon, vorig seizoen, je was natuurlijk trainer van, vond je dat jullie er meer van konden halen dan, wat was het, vijfde plek, zesde? Ja, ik denk dat we zijn zevende of achtste geëindigd. Er zat meer in. Ik vind persoonlijk dat wij moeten de ambitie hebben voor een jong agent op middellange termijn naar 1B te gaan. Maar het was wel zo vorig jaar. Het is natuurlijk nieuw. Het was het tweede seizoen. Dus het seizoen daarvoor
was toen dat wij de eerste keer met jonge agent in Eerste Nationaal speelden, was het een beetje onbekend. Dus heeft de club ook wel beslist om redelijk wat spelers binnen te halen om die ploeg te versterken. Ook omdat dat U23 is, waren die jongens al 21 op dat moment. Dus vorig jaar waren er heel veel van die spelers eigenlijk al 22 of 23. Wat wil zeggen dat ze in dit seizoen daar niet meer bij kunnen zijn. Dus die ploeg vorig jaar was sterk genoeg om zelfs mee te doen voor de titel. We hadden wel het pech dat Lalouvière en Lokeren in die reeks zaten. Dit jaar gaan er niet zo sterke ploegen daarin zitten. Maar het is ook wel mijn mening dat wij nog veel jonger moeten durven gaan. 1B moet de ambitie zijn, omdat onze jonge spelers van onze jeugd, die hebben daar nood aan om zo snel mogelijk volwassen voetbal te spelen. En sommigen zijn klaar als ze 17 zijn, anderen als ze 19 zijn, maar ze moeten die volwassen voetbal is goed in Eerste Nationale, maar in 1B is dat profvoetbal. Mm-hmm. En dan kan je ook gemakkelijker jongens, laat ons een voorbeeld nemen van de kern nu, Hannes Vernemmen, Wout Asselman, Tibbe de Vlieger. Die wedstrijden voor die jongens zouden beter 1B zijn. Omdat we ook merkte dat vorig jaar in Eerste Nationale, dat is goed, dat is prima. Alleen kom je in januari, februari, waar dat wij een beetje het echt moeilijk begonnen te hebben, dan kom je op velden, dat zijn geen velden meer. Mm. Dat is, en onze jongens, wij hebben dan een voetballende ploeg, dus dan wordt het eigenlijk gewoon echt gevechtsvoetbal. En ik denk dat dat in 1B beter zou zijn voor ons. We zijn er nog niet klaar voor. Die ploeg is nu veel jonger dan vorig jaar en we willen nog jonger gaan. Maar de ambitie moet zijn om in 1B te spelen met zoveel mogelijk echt opgeleide Buffalo's daarin. En niet die jongens te gaan halen van extern. Denk je dat we dit jaar al de kwaliteit hebben om naar 1B te gaan? Wij hebben een goede ploeg. Ik heb ons zaterdag zien spelen tegen Jong Waregem. Dat was zeer goed. Maar de breedte, dus als er iets of wat blessures zullen komen, dan zijn de vervangers zeer jong. Dat zijn dan jongens die nog U18 kunnen spelen of net uit de U18 komen, 2006, 2007, 2008 geboren. Maar we hebben wel een goede ploeg, we hebben een goede trainer, we hebben een goede staf. Maar dat moet echt alles lukken. En nogmaals, ik heb nog geen kijk op wie in die reeks nu echt sterk gaat zijn. Ik verwacht Knokke heel sterk. Maar de ploegen van vorig jaar, Lalouvière en Lokeren zijn nu weg. Oostende tussen haakjes en SLC's, de jeugd van Standaard zijn degradeerd, dacht ik. Ja, dus Standaard zit dan aan de andere kant, dus zit dan aan de Waalse kant. Dus ik dat zijn een beetje hetzelfde ploegen als vorig jaar, plus Hasselt is daarbij gekomen met hun twee BW's als bestuurders. Ja. Eén daarvan is een supporter van een club die we niet noemen. Ja. ik denk wel dat wij kans maken, maar het is eigenlijk wel de bedoeling dit seizoen om deze jonge ploeg klaar te stomen voor volgend seizoen, dat wij dan echt kunnen zeggen van en nu gaan we daarvoor. Ja. Het is ook jammer dat Robbie vertrokken is, dan de kapitein zeker vorig seizoen bij Jonge. Ja, Robbie was, maar nogmaals, Robbie zit nu bij Lokeren in 1B en dat is een goede stap voor hem. Ja, hij komt ook van Lokeren. Ja, komt van Lokeren. Is ook basisspeler geweest daar in de eerste wedstrijd tegen Club Next, dacht ik. Was hij basis? Ja. Dus dat is goed voor hem. En daarom vind ik ook wel dat wij moeten durven die ambitie hebben om naar 1B te gaan. Omdat je daar, dan had je wel een speler zoals Robbie wel kunnen halen. Ja, waarschijnlijk ook. Ja, Bram is nog, vind ik, nog iets verder. Hij is natuurlijk uitgeleend naar Dunkirk vorig seizoen. Heeft dat daar goed gedaan. En startte al gisteren bij Kortrijk in eerste klasse. Dus
bij sommige spelers moeten we durven uitlenen, zoals Bram, om hem zijn stappen te doen nemen in eerste klasse. En anderen zouden daar eigenlijk heel veel baat van hebben om bij 1B te spelen. En wat dat ook wel brengt naar de toekomst is dan dat wij eigenlijk misschien in plaats van 2, 4 of 5 plaatsen kunnen vrijhouden in onze kern. Kom ik terug naar de squad management. Dat wij echt 4, 5 plaatsen kunnen vrijhouden voor onze opgeleide spelers. En dat is zeer belangrijk, vind ik, voor een DNA van een club. De mensen moeten zich ook wel kunnen identificeren met die spelers. Je weet ook wel, als je, zeg maar iets, Robbie van Ouder bijvoorbeeld, als hij speelt bij de eerste ploeg en je kent hem, ja, dan ja. Dat zijn vrienden en familie. En dus, zijn dat vaak is ook gewoon mensen van de streek, gelijk voilà. Van Oase, en ja. Dan kunnen u daar inderdaad absoluut. Mee. Mathijs is eigenlijk het beste voorbeeld daarvan. Robbie komt van Club Brugge zeker, van de jeugd. Ik weet nog van vroeger. Van Ouder? Ja. Is het waar? Maar ik ken die club die je daarnet genoemd hebt, die ken ik niet. Dus ik weet het niet. Ik ook niet meer. Dat is misschien nog, nog verdere toekomstmuziek, maar uw zoon die zit ook bij de jeugd van Gent. Hoe schat je zijn kansen in om door te groeien echt? Maar ik schat voor hem, zoals alle andere jongens bij de jeugd, het is zeer moeilijk. Het is zeer moeilijk om door te breken bij de jeugd van een topclub. Ja. Dus de meeste van onze jongens die hebben heel veel talent. En dat zijn echt potentiële profvoetballers in de toekomst. Maar om door te breken bij A-Gent moet je 1, je moet heel veel talent hebben. Je moet 2, je moet een ongelooflijk goede mentaliteit hebben. En 3, je moet ook wel een gezonde portie geluk hebben. Waardoor dat je een trainer hebt die je op de juiste moment de kans geeft. Maar dan moet je, als je die kans krijgt, moet je ook wel die kans nemen. Je krijgt er geen 10 kansen. Samoise opnieuw, die heeft... niemand had dat voorspeld. Iedereen kent die verhaal wel. Niemand had dat voorspeld dat Mathijs echt zou direct doorbreken bij A-Gent. Maar hij heeft de juiste trainer op de juiste moment gehad. Maar hij heeft wel die kansen zelf genomen. En dat is wel een teken dat die jongen ongelooflijk goede mentaliteit heeft. Dus het is voor alle jeugdspelers zeer een grote uitdaging om door te breken. Ik wens het hun allemaal toe, maar veel van die jongens zullen ook profs worden, misschien ergens anders. En dan komen we eigenlijk terug wat we daarnet zeiden. Bijvoorbeeld Bram Laga gaat nu naar Kortrijk. Gaat daar hopelijk alle wedstrijden spelen. En dan kunnen wij beslissen volgend jaar of dat Bram een basisspeler of echt een meerwaarde en genoeg wedstrijden kan spelen voor A-Gent volgend seizoen. Zo niet, ja, dan moeten we misschien afscheid nemen en Bram verkopen. Maar dat is ook geen schande. Dat is gewoon het... dat is een voetbalwereld. Dat is het project. Ja, dat is het traject van ja, de opleiding stopt soms ergens wel. Hè. Dus, en iedereen moet gewoon zijn weg vinden in het voetbal. En wie van Jong Gent staat nu dichtst, volgens u, bij een doorbraak naar eerste ploeg? In de voorbereiding hebben wij Abdullah Yinde. Hebben wij, die is weliswaar hier, maar dat is nu zijn derde seizoen, dus dat is niet echt een opgeleide speler. Maar we hebben Hannes Vernemmen, we hebben Tibe de Vlieger en we hebben Wout Asselman gehad in ons kern voor in de voorbereiding. Echt opgeleide spelers, dan is Tibe het verst in zijn ontwikkeling. Dus dat is iemand, ik heb die ook wel gehad bij mij bij Jong A-Gent vorig jaar. En heeft ook wel vorig jaar een aantal wedstrijden gespeeld. Dus dat is diegene die het dichtst bij is Tibe op dit moment. Ja. Even terug naar uw job nu als manager sports. Zijn er zaken die je eigenlijk onderschat had aan de job? Dat je nu denkt van, goh, dat is me echt wel iets dat mee... Ik had echt niet kunnen inschatten dat er zoveel spelers worden aangeboden. Ja. Dat is immens. Dus gelijk dat je de rest zei, sommige dossiers laat je dan aan anderen over. Ja, bijvoorbeeld, dus ik krijg nog altijd dagelijks gemiddeld
ja, zeker 7 spelers binnen van makelaars of mensen. In de eerste weken was dat, ja, waren dat 20, 30 per dag. En dat vind ik dan zo knap aan onze scouting en aan ons screeningteam. Die jongens die fulltime in dienst zijn bij ons. Dus elke naam dat ik krijg, dus dat is ook iets dat waar dat wij hoe zeg ik dat in het Nederlands? Een policy, dat is eigenlijk iets dat wij echt op staan, ja, is ja. Dat wij iedereen een antwoord willen geven. Dus ik stuur dan alle namen stuur ik door naar de scouting. En dat is ongelooflijk. Ik krijg bijna altijd binnen de 5 minuten een antwoord. Ja. Arnar, niet voldoende voor ons. Of vorige week bekijken. Of ja, interessante speler, maar niet de positie die we op dit moment zoeken. Zeker iets voor ons, maar te duur. Dus die jongens die... Ik denk dat die gewoon alle voetballers in de wereld kennen. En dat is echt indrukwekkend. Ja. Dus dat wil ook wel zijn dat onze scouting, de voorbije 6 à 10 maanden ongelooflijk sterk werk geleverd hebben. Ik had dat wel onderschat, dat er zo gigantisch veel ging binnenkomen. En dat is dan ook voor jonge agent. Maar gelukkig, zoals ik zeg, hebben wij hele goede mensen die dat echt volledig onder controle hebben. Maar het is dus niet dat jullie dat dan samen met u dan bekijken, speler per speler van? Het is alleen als een speler, we hebben wekelijks een scoutingsvergaderingen. Dus alleen als ons scoutingsteam een speler interessant vindt en ze hebben al genoeg background check gedaan om te weten betaalbaar voor ons en interessant voor ons, wat we daarnet zeiden, social media en karakter en dat soort dingen, dan komt dat eigenlijk bij Gunther en bij mij. Ja. En dan bekijken wij dat. En als wij dat ook interessant vinden en denken van ja, kijk, dit is de positie en het profiel dat wij eventueel zoeken, dan brengen wij dat naar Wouter en zijn staf. En als die ook wel interesse tonen, of positief zijn, dan komt dat nog een keer allemaal samen. Zitten we allemaal samen om nog een keer goed door te spreken. Is dit wel wat we willen en wat we nodig hebben? En dat is wel heel belangrijk, dat die een consensus, dat iedereen heel vaak gehoord heeft, wat heel belangrijk is voor Sam in zijn bedrijven. Dan merkt hij wel dat wij daar wel meestal wel tot een beslissing komen waar dat iedereen zich eigenlijk wel goed bij voelt. Mm-hmm. En dat is nogmaals een bewijs dat de namen die binnenkomen, dat die goed zijn. Dat iedereen dat ook wel goed vindt. Ja. Of dat wij bijvoorbeeld iedereen dat wel goed vindt, maar dat we aan het laatste zijn van nee, het is toch niet... Dat is bijvoorbeeld een winger, die profiel van een winger, we willen iets meer snelheid of iets meer kracht en deze heeft iets meer... Flair. Ja, flair of fijne voeten of wat dan ook. Dus... Maar dat is wel belangrijk om te melden ook. Ja, dat is nog een vraagje van de fans hier. Zijn er plannen om backs te halen? Of komt die positie niet echt in het plan? Ja. Dat er jongens eventueel door vertrekken kunnen? Ja, dat is een van de posities waar we hebben. Nu links hebben wij Archie en Uriu. Ja. En rechts hebben we Mathis en Noah. Dus we zitten daar eigenlijk wel heel goed. Ja, op dit moment. Maar we hebben Mathis gaat nu zijn laatste jaar in zijn contract. wij zouden hem heel graag willen verlengen. Dus daar wordt er ook wel over gesproken. Of dat dan gaat lukken en of dat Mathis dat gaat willen. Dat is altijd de vraag van een beetje... alles heeft zijn prijs ook. Stel dat Mathis niet zou verlengen, ja, dan moeten we al gaan kijken voor die een backrex of die een wingbackrex. Deze periode bedoelt u? Ja, maar we zijn ook wel klaar. Dus ja. wij weten als het... Rex is nu misschien iets... Ik verwacht niet dat Mathis of maar je weet het nooit in het voetbal, maar ik verwacht niet dat de Rex vertrekken. Dus ik denk niet dat we daar iets dan moeten gaan halen op dit moment.
Links is een ander verhaal, omdat wij daar ook wel... We moeten daar gewoon eerlijk in zijn. We zitten daar met Archie, die gewoon een profiel heeft die zeer populair is. Die ligt goed in de markt. Het is niet alleen Archie, dat is Matthias Pardo is ook zo'n profiel. Dat zijn jongens waar de grotere competities gewoon naar kijken. Dus we weten dat dat zou kunnen. Morgen komt er misschien een bod binnen. En als die jongen dan zegt van ja, ik wil dat doen en dit is de juiste bod voor de club. Ja, dan soms moet je dan wel schakelen in voetbal. En dan nogmaals, daar zijn we dan wel eindelijk wel klaar met een optie. Oké, okay. Ja, dat is wel interessant om te weten. Dat je echt zo al direct kan anticiperen. Want ja. Er waren toch veel fans vroeger ook die zeiden van, oh ja, we zijn niet klaar en zo. Ze vertrekken en dan helemaal op het einde van de periode haal ze iets uit paniek. Maar, ja. Nee, dat is geen geheim linksbakpositie, omdat de situatie is wat dat ik daarnet geschetst heb. Dan zijn wij echt, wij hebben al sinds juni hadden wij 3 prio-profielen opgesteld voor die positie. Ja. En op dit moment zijn die 3 is eigenlijk naar 1 herleid. En we hebben al een, dat noemen ze dan een eindrapport. Er is al een eindrapport gemaakt van kijk, dat is de speler die we dan wel willen halen. In de eindrapport is dan ook alle informatie, ja. Wat dat we daarnet over gehad hebben, over het fysieke, over het mentale, over de prijzen, ja. Over de mogelijke, van waar dat die speler komt, hoe dat hij opgegroeid is en dat soort zaken. En dus als wij moeten, dan kunnen wij zeer snel schakelen daar. Okay. En soms moet je ook wel schakelen soms moet je ook wel risico's nemen. Dat kan ook gebeuren dat die makelaar ons belt morgen en zegt van ja, kijk jongens, allemaal goed en wel, maar als jullie nu niet dan is hem weg, want ik heb nog een andere ploeg die klaar is. Dus dat zijn ook dan zaken die wij ook overwegen, ook in onze wekelijkse vergaderingen. Of gaan wij al daarvoor? Maar dat zijn dan spelers waar dat we echt niet willen laten schieten. Want ja. Dan zijn dat vaak iets jongere profielen die wij echt in geloven. Van kijk, als we die kunnen binnenhalen, dan dat kan doorverkocht worden binnen een paar jaar. Zijn er nog posities op het veld waar jullie volledig klaar zijn voor iemand te halen? Als er iemand nog zou weggaan, of gewoon voor nu al? Is Song eigenlijk al weg? Of? Ja, nee, nog niet. Definitief. Nog niet definitief. Maar daar zijn we ook wel klaar. Absoluut. Dan, ik denk wel dat misschien de grootste naam, of waar dat er meest over gesproken wordt, is dan Pardo. Mm-hmm. Moest hij vertrekken? Maar daar hebben we eigenlijk al ons huiswerk al gedaan. Dat is eigenlijk wel wat ik daarnet zei. We hebben eigenlijk al, als Matthias blijft, graag. Maar als er een bod binnenkomt wat we niet kunnen weigeren en hij zou willen vertrekken, dan is ons huiswerk daar eigenlijk al gedaan. Want we hebben Max binnengehaald, we hebben André binnengehaald, we hebben nu Helio binnengehaald. Soerdes is ook eindelijk iemand die zijn aanpassingsperiode gehad heeft, die al klaar is. Dai, Jokota is eindelijk vorig jaar veel geblesseerd geweest, is nu fit. Dus wij van voor, Sonko is naar mijn mening ook echt in 2 invalbeurten nu, zowel tegen Charleroi als gisteren. Ja. Dan beginnen wij de Sonko te zien die wij gescout hebben. En want die... Dus dat zijn eigenlijk, moest Pardo vertrekken, dan denk ik niet dat we daar iets gaan doen. Maar Hong, ja, dan zou kunnen dat we daar nog iets halen. Ik vind het wel leuk dat de hele club eigenlijk, dus jullie, maar ook de coach, daar wel zo open over is. Het was gisteren een match en Wouter zei ook gewoon van ja, kijk, Hong zit met transfer... gedachten, een probleem, ik weet het niet. Dat de club dat gewoon zo zegt ook gewoon. Want het is vaak ook gewoon dat ze zeggen van ja, is er niet bij, kan er niks over zeggen. Maar ik vind dat wel een goed ding dat er daar zo gewoon
Maar dat is een beetje ook wel de... Ja, dat is een beetje de... Dat komt uiteraard door de scouting en de screening van Samma. Samma heeft een bepaalde team samengesteld dat hij ook in gelooft. En niet alleen Sam met zijn adviseurs. En dat, is ook, dat wordt ook wel verwacht. Dat, kijk, een voetbalclub wordt altijd gedragen door de supporters. Als je geen supporters hebt, dan heb je niks. Mm-hmm. Dan mag je nog de mooiste stadion hebben van heel België. Als die promenade leeg is, ja, dan is het maar triestig. Hè? Mm-hmm. Dan is het of coronatijden of het gaat heel slecht met je club. Dus ik vind ook wel, de mensen hebben ook wel recht op informatie. En vaak, zeker nu in deze moderne tijden, komt er heel vaak verkeerde informatie door de social media. Er wordt ook gewoon heel veel gepost. Ja, sorry, dat is heel vaak gewoon bullshit. De namen dat ik heb zien passeren... Soms zijn of ik word door journalisten gebeld met de vraag, daar is die, schijnt dat die echt morgen tekent bij jullie. Ja, sorry, wij hebben er 6 in die positie, waarom zouden we die nu gaan halen? Maar dat zijn eigenlijk gewoon verhalen om eventueel iemand te promoten, bijvoorbeeld bij een andere club. Ja. Dus is het wel belangrijk, vind ik, dat de supporters ook gewoon informatie krijgen. Uiteraard ga ik niet alle weken hier komen zitten en dat gaat niet. Maar zeker nu met de nieuwe manier van werken, nieuwe staf, nieuwe management, er gebeurt heel veel. Het is belangrijk dat de mensen weten echt de waarheid. Want je voelde al, zeker na de nederlaag tegen Dender en tegen Charleroi, dan begon het al, wat normaal is. Wij verliezen niet graag, we willen winnen, hè? Iedereen. Maar dan begint het al van, ja... En dan, bijvoorbeeld, is er iets op social media, dat Pardo verkocht wordt worden, en dan is het al direct van, oh ja, maar ja, Sam die verkoopt alleen, en die is gewoon zijn zakken aan het vullen, en... Maar ja, nee, dat is niet waar. Het is, de mensen hebben recht, de recht om te weten dat er voor veel spelers dit seizoen al serieuze bedragen geweigerd zijn om ze hier te houden. Maar dat komt niet in de media. Dat kunnen we ook niet. Dat zou ook niet fair zijn tegenover die spelers om dat allemaal te melden. Maar de mensen moeten wel. Over Pardo kan dat gezegd worden, omdat dat ook gelekt is door de andere kant, de club die dat bod gedaan heeft. Maar de mensen hebben daar echt wel de recht om te weten van, kijk, wij verkopen niet zomaar. Ja. Dat moet echt. En dat kan alleen maar omdat de club nu financieel gezonder is dan vroeger. En bijvoorbeeld, omdat je ook vaak verkeerde bedragen gegeven worden. In sommige landen heb je bijvoorbeeld, moeten de clubs dan bijvoorbeeld de bedragen zo publiekelijk maken, zodat ze weten van, aan dit is dit verkocht. Is dat dan bijvoorbeeld iets niet? Allee, niet iets om toe te passen, ook bijvoorbeeld, allee, niet per se bij Gent, maar in het voetbal in het algemeen vind je om dan bijvoorbeeld dat er niet meer zo fake news of zo wordt verspreid over de bedragen, et cetera. Mm-hmm. Weet ik heel dat ooit een land in de Turkse competitie dat zoiets is, dat ze dan echt een document moeten publiceren van dat ze echt de prijzen, et cetera, moeten geven wat er verkocht of gekocht is. Ja, en maar daar zeg je het zelf ook, geeft eigenlijk zelf het antwoord, en dat is het moeilijke. Soms koopt je of verkoopt je aan een club, zoals in Turkije, die verplicht zijn om dat te melden. Maar er zijn ook wel clubs en competitie die dat niet mogen melden, waar dat niet mag. Dus dan staat dat soms in de verkoopsovereenkomst dat het niet gemeld wordt. Er zijn heel veel zaken in zo'n deal, op het laatste, die moeten geregeld worden. De stomste ding is, details, bijvoorbeeld wanneer wordt dat bekendgemaakt? En wie mag het eerst bekendmaken? Zeg maar, van die kleine Tom zit hier nu naast ons, hij zal dat wel beter weten. Dan is dat echt zo van, ja, om 12:00 post de kopende club en jullie mogen maar 10 minuten later. Weet je, zulke dingen zijn dan... dus over de prijzen is dat ook zo. Dat soms kan dat, omdat dat sowieso wordt gepost langs de andere kant. En soms kan dat gewoon echt niet, omdat dat
zit in de overeenkomst, mm-hmm. dat dat niet mag. En dan begint hij natuurlijk te gokken en zijn er ongelooflijke gokkers op X of de voormalige Twitter die soms denken dat ze alles weten. Maar als je natuurlijk 100 keer iets een gok maakt, dan ben je een keer juist ook. Maar dat nieuws, allee, ook van journalisten en zo, is het soms echt complete bullshit, zoals je dat zegt. Want ik zou denken dat dat misschien gewoon dan spelers zijn die wel gescreend zijn, maar dan verder niet mee doorgegaan zijn of zo. Maar klopt het dat het soms echt gewoon compleet uit de lucht is? Compleet uit de lucht, maar dat is ook wel vaak. Vaak wordt dat ook wel gecreëerd door een club of door een makelaar. Ja. Zeg maar iets, als ik een makelaar zou hebben en hij wil mij verkopen, dan had hij een keer contact, noemt onze vriend op X. Fabrizio. Ja. Daar hij krijgt makelaars. Hij krijgt gewoon informatie van, heel veel informatie van makelaars en van clubs om iets te... Vroeger werd dat ook gedaan, hè. Maar vroeger werd dat dan in het laatste nieuws, in het nieuwsblad of in de Gazet van Antwerpen of zo. Dan stond er in het kort, dan was er zo altijd... agent heeft interesse in die speler. Dat was eigenlijk gewoon om iets in gang te krijgen. Hè. Vaak was dat ook gewoon, was er niks van waar, maar is het eigenlijk gewoon om een verhaal te starten. En eigenlijk, als je dat dan post, dan zou het wel kunnen dat er een andere club die speler aan het volgen is of zo. Oei, ja, we gaan wel beginnen schakelen, want er is wel interesse. Dus het is ook wel... tactiek vaker. Was dat bijvoorbeeld geen voorbeeld? Ik weet er nog dat het uiteindelijk echt op de laatste uren erop aankwam. Sattelberger van Genk, er kwam een bericht van dat het buiten kwam en opeens later melden journalisten dat Gent hem bijvoorbeeld ook zou willen. Was dat ook bijvoorbeeld iets dat... Allez, maken jullie daar ook gebruik van, wat jij zei? Dat als je bijvoorbeeld iets leest, dat je dan ook erop afgaat? Ja, dat, absoluut. Sattelberger was een van, dat is geen geheim, was een van de spelers die we interessant vonden. Maar dat is ook wel heel normaal. Wij zitten eigenlijk allemaal in dezelfde vijver te vissen. Hè. Dat doen ook wel, ik heb het al gezegd, ik vond dat wel grappig. Ik vond dat wel een goede joke van Genk, dat als Sattelberger tekende bij hun, dat ze zo'n... Wat was dat? Ja. Dus dat, maar dat is... Dat is niet alleen, bedoel, wij halen nu bijvoorbeeld Ito binnen en Helio, die twee namen, wij weten bij welke clubs in België dat die interesse hebben gehad. Wij weten wie eigenlijk wou schakelen of iets te laat geschakeld hebben. Wij weten dat er een bepaalde trainer met Helio gebeld of geprobeerd heeft te bellen als wij de deal eigenlijk hadden al gemaakt. Dus dat is al, dat is heel, en bij Sattelberger was hetzelfde. Wij, omdat Julien verkocht werd, was hij een van de namen samen met Ito, maar we hadden geen definitieve besluit genomen. Hij was een van de drie namen. Dus dan melden we ons bij de club, hè, zoals we moeten doen. En omdat wij ons melden bij de club om te vragen voor de prijs, ja, dan gebruikt de club dat ook om de prijzen de hoogte in te brengen. Hè. Dus dat is een voetbal, dat is ook... En soms ga je echt vechten met een club om een speler. En dan wint hij een keer en dan verliest hij een keer. Zoals Matthias de Lorsche. Waar speelt hij nu? Ik denk dat dat wel een van de spelers was. Denk ik toch dat je het meest trots op bent om gehaald te hebben, de Lorsche? Ja, dat was Matthias was eigenlijk een dossier dat wij wisten van interesse vanuit Italië. Wij weten ongeveer wat dat die lonen, hoe hoog dat die daar liggen. Dus wij wisten eigenlijk we waren daar bijna zeker van dat hij een aantal aanbiedingen had met een loonmassa die wij nooit zouden kunnen betalen. Dus dan is van 99 spelers, van 100 spelers zijn er 99 die kiezen voor, want er waren ook mooie, we weten ook wel dat Genk daartussen zat, dat ze daar alles wouden voor doen om Matthias binnen te halen. En wij kunnen de lonen van Genk niet betalen. Dat is gewoon, dat is ook niet erg. Hè. Ja, toch nog zo'n verschil? Ja, er kan wel een verschil op zitten, maar ja, dat is... Maar dat is misschien de grootste verschil is dan met het buitenland. Dan moet je eigenlijk wel echt een verhaal gaan
vertellen tegen die speler en zijn entourage. Dat is één. Maar dan moet je ook wel een speler en een entourage hebben die eventjes nadenken, wat is hier nu wel het beste voor mij als speler en voor mijn toekomst? Mm-hmm. En dat is wel het mooiste, dat typeert ook van Matthias. En dat is nou zo mooi dat je durft op die leeftijd kiezen voor de club waar je echt wilt gaan voetballen. Dat je ziet van, en Matthias was, wij voelden dat, van, hij kwam op bezoek. En we voelden van, ja, de stadion interesseert hem, de oefencentrum dat interesseert hem hier. We hebben al een interesse. Mm-hmm. Maar dat hij echt zou, ik zou bijna durven zijn, durven kiezen voor eindelijk het project, het sportieve project. Dat is fantastisch, ik vind dat fantastisch. En waar zie je hem nog eindigen als hij zo verder blijft ontwikkelen? Ik denk dat Matthias dat zelf... Ik zeg altijd... een plafond gaan beslissen voor iemand, dat mag ik niet doen. Want een plafond, een speler beslist dat zelf. Want het hangt er vanaf hoe graag wilt je het. Een beetje geluk, zoals we daarnet zeiden, maar ook hoeveel gaat je extra daarvoor gaan trainen? Hoeveel extra gaat je daar gaan op jouw rust letten, jouw eten letten? Al die kleine details maken dat je stappen kan zetten. Ja. En ik kan dan niet voorspellen waar dat plafond is. Bij Matthias denk ik echt wel dat hij... ik denk dat dat een toekomstige rode duivel moet kunnen zijn. Ja. Okay. Dat denk ik echt. Maar dat hangt van hem af. Ik denk het ook. En had je bij die onderhandelingen met de loge dan ook effectief gezegd van ja, kijk, je gaat mogen spelen, want op dat moment hadden we wel nog Kums, De Saar en Hong en Kandelman ook. Dus. Iets beloven mag je nooit niet doen, want dan... Het is niet alleen ik, hè. Het is ook wel... Matthias had een goed gesprek met Wouter, met onze coach. Mm-hmm. En het is Wouter die uitlegt van, kijk, zo gaan we spelen, ja. Zo gaan we trainen, dit zijn de werkpunten. Dat wordt ook wel bevestigd vanuit de scouting, want we tonen dan die spelers video's van hun sterktes en hun werkpunten. We spreken dat, dat kunnen we verbeteren. Als dat technisch of tactisch is, is dat bij onze hulptrainers. Als dat fysiek is dat bij onze physical coaches. Als dat iets mentaal is, hebben wij onze mental coach. Diëtisten, als dat voor te eten en dergelijke is. Dus we hebben wel echt een heleboel specialisten die spelers kan en willen helpen. Maar we moeten dat plan maken. Dat plan moet klaar zijn voor die speler. En die speler moet dat zien, dat er daar groeimarge in zit. Dus... Ja, bij Matthias was dat wel, ik vond dat wel een heel heldere mindset. Hoe dat hij eigenlijk van in het begin al toonde van, ja, ik wil dit eigenlijk wel. Maar we moeten er wel financieel uitkomen natuurlijk, met de club en met hemzelf. Oké. Ik heb misschien nog een moeilijke vraag van het BBB-team, Cedric met krullen. Die zegt dat de Belgische realiteit is dat de clubs moeten verkopen om financieel gezond te blijven. Maar op welke manier gaat Gent dan zich onderscheiden van andere clubs daarop? Of gaat Gent zich niet onderscheiden daarop? Nee, dat is de waarheid, hè. Mm-hmm. Ik bedoel, Cercle Brugge is eigendom van Monaco. Mm-hmm. Cercle Brugge kan nooit break-even. Die hebben... vorig jaar hebben zij... de man verkocht en hoe noemt hij? Udo of Ueda hebben ze ook verkocht. Ja, Feyenoord, ja. Waardoor dat ze voor de eerste keer in zoveel jaren dicht bij de break-even kwamen. Mm-hmm. Al die andere jaren moest Monaco of de eigenaar gewoon bijpassen. Hè. Dus dat is inderdaad de realiteit van Belgisch voetbal. Je kunt wel een paar... Je moet sowieso spelers kunnen verkopen... Om die balans te maken. Want het gaat niet over een paar duizend euro's, hè, per jaar. De grootste kost in voetbal is natuurlijk de,
de, ja, dat zijn de spelers. Hè. Dat is de kern, dat is de staf, dat is de omkadering en de lonen. Hè. Dat is natuurlijk wat het meeste geld kost. En dan krijg je inkomsten zijn vanuit de sponsors en vanuit de tv-gelden. Maar ja, dat is niet genoeg, dat is geweten. Dus je kunt twee dingen doen. Je moet en herstructureren, dus dat wil zijn dat je beter je bedrijf moet gaan leiden. Je kunt, ik zeg maar iets, interessanter, een beetje op de Amerikaanse manier, als je naar een wedstrijd gaat, een sportwedstrijd gaat in Amerika, dat is een show. Hè? Dat is, je komt binnen en je zit daar 4 uur lang en je krijgt een optreden ergens, of je kunt in een zaal ginder waar dat er een live concert is. Dus die mogelijkheden hebben wij, hè? Want wij, in onze stadion hebben wij wel, kunnen wij veel doen. Hè? Dus ik weet ook wel dat dat een van de plannen is om een betere ervaring te gaan creëren voor de mensen. Dat is één. Mogen we halftime shows verwachten in de Planet Group Arena? Dat weet ik niet, dat ga ik mee niet. Dat is voor de non-sporter, jongens. Dat is, dat moet je aan mijn collega's vragen. Maar, en de andere is inderdaad spelers verkopen. Ja. Maar ik vind dat de mensen daar nogal negatief naar kijken. Je moet daar trots op zijn. Ja. Je moet daar... nogmaals, Genk, die hebben eigenlijk wel die werken op een bepaalde manier, waardoor dat ze eigenlijk ongeveer gemiddeld om de 5 jaar echt meedoen voor de prijzen. En in die cyclus is het, dan kopen ze spelers, die leiden spelers op, en op het einde van de cyclus doen ze meestal mee voor een titel. Zoals, niet vorig seizoen, maar het seizoen voordien, dat ze eigenlijk virtueel kampioen waren, totdat Toby hem binnenknaalde. Dat is ook wel, en denk ik wel, iets dat wij bij Agent moeten kunnen installeren. Dat wij een beetje hetzelfde. Meedoen voor de titel al jaren, dat is utopie. Hè? Dat is niet haalbaar. Totdat je dat 2 of 3 keer doet en je kunt echt Champions League gelden beginnen binnenhalen, zoals Club Brugge gedaan heeft, dan word je uiteraard ook wel sterker en sterker. Maar daar zijn we nog niet. Dus totdat we daar zijn, dan moeten we gewoon spelers verkopen. En dat is positief. Dan moeten we echt als iets positiefs zien. Maar de Belgische competitie is ook wel een beetje, zo genoemd, springplankcompetitie. Ja? Van zo eigenlijk een tussenstop tussen de topcompetitie. Allee, de plaatsen staan bijvoorbeeld Portugese of Ligue 1 bijvoorbeeld. Dat is vaak gebruikt als een springplankcompetitie eigenlijk een beetje. Mm-hmm. Om nachts naar de toppere clubs te gaan. Ja. Dat is toch goed? Ja, dat is ja, de wel. En dat heb je, dat is de piramide in de voetbal, hè? Dat is die development. Je moet dat ook, daarom zeg ik, je moet daar trots op zijn dat je Malik kunt verkopen aan Lyon. Malik is een jongen van de streek, komt door onze jeugdopleiding. Dat is een reclame voor onze jeugdopleiding. Daar moeten wij super trots op zijn. Kuipers die verkocht wordt naar Amerika, die was dan iets ouder als wij die gehaald hebben, maar die heeft hier 2 jaar ongelooflijk veel doelpunten gescoord. Fantastisch hard gewerkt voor ons. En dan gunnen wij die jongens hun volgende stap. En zo moeten we eigenlijk altijd klaar zijn met de volgende. En dat is ook wel het mooie aan een supporter te zijn, als je al weet dat de club goed gerund wordt, financieel gezond is, maar dat je gewoon weet van, ja, als die vertrekt, dan komt er iemand anders waarvan we kunnen genieten. Dus ik hoop dat de supporters op dit moment eigenlijk al, het is nog vroeg, maar dat ze nu al zoiets hebben van, ah ja, daar zijn er al 2 nieuwe of 3 nieuwe dat we echt graag zien, die wij eigenlijk nog niet verwacht hadden dit seizoen. En de prijzen van de spelers in de Belgische competitie stijgen ook steeds ook op de wereldwijde markt. Allee, de bedragen worden steeds hoger en hoger zelfs. Ja. Maar dat is ook wel als we ze moeten kopen. Ja, dus overal wordt het duurder. En dat is natuurlijk, dat maakt het. We hebben een bepaalde plafond voor hoeveel dat wij spelers kunnen verkopen. We hebben Malik en Gift verkocht in januari. Ik denk wel dat je hebt Jonathan David, hebben we een aantal jaar geleden ook verkocht. Dat is een beetje het plafond. Wij
spelers vanuit Gent vertrekken voor 40, 50 miljoen, dat gaat waarschijnlijk nooit niet gebeuren. Je kunt het wel hopen. Je kunt het hopen, absoluut. We moeten daar naartoe werken. Maar het is gewoon die piramide, die voetbalpiramide. Die bedragen, dat zijn de bedragen dat de Engelse clubs betalen voor spelers vanuit Frankrijk of vanuit Spanje of zo. En wij kijken dan onder ons om spelers die betaalbaar zijn voor ons, om die binnen te halen. Arnar, je had het daar juist over ambities en titelambities, wat dan ook. Wat zijn jullie ambities zowel voor het hele seizoen, of als je dat nog niet kunt zeggen, tot aan januari of zo? Nee, de eerste ambitie is om die kern, om die in balans te krijgen. Want we komen van een bepaalde manier van voetbal onderheen. En we zitten nu in een beetje een andere, met een andere trainer, met een andere staf, met een andere manier van werken. Dat is niet goed of slecht, of beter of minder goed. Dat is gewoon anders. Dus we moeten, in eerste instantie moeten we nu de Mercado nu en in januari gebruiken om balans te krijgen in onze kern. En dat we zo goed mogelijk kunnen presteren. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Dat is één. Dat is de eerste ambitie. En dan is er een resultaatsambitie. Is moet altijd bij ons zijn om play-off 1 te gaan. En mee te doen in de beker, zo lang mogelijk. En Europees toch? Zo lang mogelijk. Ik denk wel dat toch fantastische avonden zijn. En ja, die wij vorig jaar en de jaar voordien in de Conference League. Dat zijn toch... dat zijn ervaringen die als supporter... nooit vergeten, hè. Ik bedoel... Een paar dagen geleden was het al... Inderdaad, tegen niet de grote tegenstander. En we zijn nog maar in augustus. Maar dat was een avond dat we nooit gaan vergeten. Hè. Ja. En we hoeven toch niet zo ver terug te gaan. West Ham en... Ja, inderdaad. Volgende week is het in een leeg stadion, zeker tegen Partizan. Ja. Denk je dat we die inzet van vorige week gaan kunnen doortrekken? Al vorig jaar was het toch soms... wat minder in een leeg. Ja, dat is altijd moeilijk. Het is moeilijk om zich op te laden als speler voor zo'n wedstrijd. Dus dat mogen we niet onderschatten. Maar het is wel... we zijn echt heel diep moeten gaan om Silkeborg te kunnen uitschakelen. Wat eigenlijk wel zeer belangrijk was voor ons allemaal. Dus ik denk wel dat de spelers en dat iedereen een beetje... de goesting en de zin heeft en de energie heeft om, ondanks dat dat een leeg stadion is, dat om daar echt voor te gaan. We kunnen dat ook anders zien. Het kan daar wel eens spoken als het daar vol zit. Ze hebben dit weekend ook rust gehad, zeker? Ja. Dus ik denk misschien dat wel beter is dat die supporters daar niet zijn, want het is echt... Hekse ketel. Ja, het zijn... Zijn geen brave jongens, denk ik. Hein zei nogthans altijd van, ik heb liever supporters, maar ja, maar wat hij wil, is misschien niet... Jawel, ik denk, iedereen wil het liever, absoluut, liever wel. Maar het is moeilijk, omdat de vraag is, gaat dat in ons nadeel of voordeel dat er daar geen supporters zijn? Dat is moeilijk. Als prof moet je gewoon, de omstandigheden zijn daar, je hebt daar geen controle over, we moeten gewoon nu ons werk doen. En dat is naar Partizan gaan en met een goede... uitgangspositie terugkomen voor de terugwedstrijd. Ja. Ik denk dat je Gent al lang kent en volgt. Wat is jouw favoriete speler ooit van Gent? Goh, er zijn er veel geweest. Hè. Ik heb eigenlijk altijd, zeker als mijn als speler, was het heel geladen altijd. Ik speelde heel lang voor Sporting Lokeren. En voor Sporting Lokeren was A Gent zo de wedstrijd van het jaar. Ja, terwijl A Gent dat niet zo zag. Ik eigenlijk altijd mooie heb gevonden van A Gent, is dat er altijd zo hardwerkende ploeg. Ik denk dat de supporters ook wel dat verwachten. Als je daarvoor gaat en iedereen geeft alles, dan is dat al heel veel. Maar er zijn ook altijd of heel vaak zo één of twee echte artiesten in de ploeg van A Gent. En dan kan ik moeilijk kiezen tussen
Onze Egyptenaar bijvoorbeeld. Mido. Ja. En allee, dat soort spelers die echt een verschil kunnen maken, bijvoorbeeld. Dus, en die zijn er wel, zo zijn er wel een heleboel geweest. Hè. Ja. Maar als ik echt een naam moet zeggen, dan zeg ik uiteraard Gunter Schepens. Een echte artiest. Ja. Hebben jullie nog vraagjes? Ik heb geen vragen. We kunnen alles gewoon over de match en man of the match kiezen of zo. Je hebt de match gezien, Arnar? De voorbije twee, Silkeborg en... Natuurlijk. Ja. Ja, ja. Okay. Van ons. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Niet van Silkeborg, hebben ze niet in de Deense competitie gevolgd. Okay. Ja, het kan zijn dat je ondertussen niet zoveel andere werk hebt of zo. Nee, ik moet eigenlijk proberen dat nu. Ik probeer ook. Ik moet eigenlijk wel alle wedstrijden uiteraard zien. Ja. Dus, Oké. Man of the match, Michael, wie vond jij tegen Silkeborg de man of the match? Tegen Silkeborg, ja, moet ik wel Handelman zijn. Mm-hmm. Allee, zonder hem twee keer scoren op zo'n cruciaal moment. Eerst in de 87e, de 88e minuut voor een verlenging en dan in de 117e. Mm-hmm. Dan, en stond ook wel heel vaak op precies de juiste plek. Terwijl dat de twee ploegen al echt wel vermoeid waren naar al het spelen. Ja. Dus voor mij is dat wel de keuze voor de man of the match. Maar ook bijvoorbeeld Archie Brown heeft ook allebei de assists gegeven voor die goals. Dus dat mag je zeker ook niet. Ja. Alleen erachter laten. Dus die stond echt bijna in de spits. Hè. Dat was echt zo hangende. Gisteren ook wel veel hoger dan zijn normale. Normaal zoals meer verdedigend misschien. Maar van de middenvelder en die heeft al bijna 16 goals gescoord. Mm-hmm. Dus zelf nog verdediger staan ook bij ons zeker. Ja, als een diepe zes bijna. Dus, ja. Zowel overal centraal op het veld dan kan hij eigenlijk staan zo. Ja, bijna eigenlijk wel, ja. Ja. Oké, goed. Milan? Ja, mijn man of the match was Brown eigenlijk. Met zijn twee assists. Ook uitstekend tegenvallen. En als hij echt in topvorm begint te geraken, brengt hij toch wel dat tikkeltje meer in de aanval. Ja. En ja, de Loge was ook uitstekend. 16 kilometer gelopen nog steeds. Zoveel kwaliteit aan de bal gebracht. Ja, het waren redelijk wat pluspunten. Ook Gambor. Ja, die was ook goed. Ja. Gambor op rechtsback vind ik wel echt werken. Dat heb je ook op Silkeborg en gisteren tegen Westerlo ook al gezien, dat hij echt die duels aan kan. Hij blijft ook aan zijn kant. En gisteren zelfs met Fadiga ook een beetje hoger dan hem, werkte het ook eigenlijk helemaal niet heel slecht. Hij straalt zoveel vertrouwen uit aan de bal. Zoveel rust. En hij heeft de kwaliteit in zijn voorzet ook. Gisteren een assistje ook. En Max Dien, die speelt echt totdat hij erbij neerligt. Letterlijk. Donderdag. 15,8 kilometer en lag echt gewoon dood op na de wedstrijd op het veld. Ja. Maar die gaat er altijd voor blijven gaan. Dat is echt zo'n speler, gelijk dat Arnar zei. Van, dat zijn zo'n spelers dat je als supporter al direct respect voor hebt. Hoe is hem eigenlijk zo in de groep, buiten het voetbal? Brengt waarschijnlijk veel positiviteit. Energie. Ja, energie. Dat is echt een jongen die... Die voetbalt zo graag, die geeft ook wat hij zegt, daar zijn nooit niet mee klaar. Die zeer positief. Was ook zo'n jongen, vanaf die eerste gesprekken was het wel duidelijk dat die wou echt naar hier komen, die wou echt voor ons komen spelen. Dat is echt een heel aangename jongen ook, buiten het veld. Op het veld is dat een etterken. Ja, ik denk dat hij niet goals maakt. Nee, ik denk dat hij niet graag... De tegenstander gaat daar niet graag tegen spelen, maar wel een lieve jongen naast het veld. Dus absoluut. Mm-hmm. Ik denk dat zowel Max Dien als de Lorge wat referentiematchen hebben gespeeld voor echt in die ploeg volledig geïntegreerd te geraken. Ja, zeker. Tegen Silkeborg. Dus. Ik vind dat Sturdee ook al nog wel onderschat wordt met zijn drie assisten toch wel. Eerste. De competitie, ja. Ja, dat is waar. Tegen Westerlo was hij ook al goed. Hè. Arnar, ik weet niet of hij het aandurft om een man of the match te kiezen. Nee, ik volg jullie. Ik ben al zeer blij dat ik hier ook de naam Gambor hoor. En Hugo en Frank. Het zijn jongens die vorig jaar toegekomen zijn. Die zo'n beetje wel de tijd gehad hebben om zich aan te passen aan de competitie, aan de manier van werken, aan de tempo, aan de intensiteit. En dat is ook wel iets dat wij niet mogen vergeten, is dat... Dus we kijken bijvoorbeeld naar Union, hoe dat ze gewerkt hebben in de voorbije jaren. Heel vaak halen ze spelers en die zitten 6 maanden tot een jaar vaak op de bank. En dan ineens, Puertas is zo'n voorbeeld, die speelde niet veel. Nielsen, die speelde niet veel in het begin. Boniface heeft nu iets minder lang geduurd, denk ik. Maar allee, dat zijn
mogen niet vergeten dat het is zeer moeilijk, omdat dat, we hadden daar net over prijzen, het is zeer moeilijk om een afgewerkt product te gaan halen. Ja. Iemand die en de ervaring en de statistieken en de data heeft, ja, die zijn meestal te duur geworden. Dus ja, wij hebben ook gezegd over onze nieuwste aanwinst, de flankaanvaller, dat daar eigenlijk nog geen... Nee, nog geen er is nog werk aan. Maar als die statistieken begint of zou beginnen maken in Portugal, ja, dan is dat niet meer haalbaar voor ons, omdat dat zo specifieke typen zijn. Dat is moeilijk te vinden. Dus dat is... dus nee, ik ben blij wat dat jullie... Maar mag ik een vraag stellen? Tuurlijk. Wat kunnen we nog beter doen voor iedereen? Of wat hebben we nog nodig, jongens? Het zijn twee vragen. Ja. Als sportief vlak, op transfervlak dan ook. Ja. Als bij een eventueel vertrek zou ik dan zeker wel naar een linksback kijken. En ook wel sowieso bij een waarschijnlijk vertrek van Hong ook wel echt zo'n meer een tien proberen te kijken. Maar zo, die niet alleen echt actief is in de offensieve vlakte, maar ook wel iets aan kan defensief en ook wel indien nodig wat lager kan gaan. Zo, bijna op een hoogte van een 8, zoiets dat hij echt wel ook defensief zich kan vertonen. Dus eigenlijk zo een meer offensieve box-to-box, maar zo minder gefocust op het aanvallende, op het verdedigende, maar dat zijn zo de eerste twee posities, want ja, met eventuele vertrekken, et cetera. Mm-hmm. Zijn dat wel de meest nodige, denk ik. Ik had op Instagram ook iets gezien over een 19-jarige Belg van Lons. Iets van een Sichu-bal. Of... Bullshit of niet? Geen commentaar. Nee, dat is niks van aan. Oké. Maar ik ben blij, dat is een mooie profielsketch dat je daar maakt. Dus meer de dynamiek en de energie dan de fijne... voetballer op die team. Ook wel, het is natuurlijk ook wel nodig dat die boer echt wel stabiel is aan de bal en ook wel gewoon de passes kan geven, zoals bijvoorbeeld Gong. Ja. En langs zijn man kan. Maar het perfecte profiel ga je ook nooit, het perfecte speler ga je ook nooit kunnen krijgen. Maar Boezo van niet. Ja, dat zou. Dat mag ook. Dat mag ook wel. Arnar, die manier van werken van Union, is dat iets waar jullie zo wel naar opkijken om. Eventueel, ik denk dat die... Ja, op sommige vlakken wel. Maar het is wel natuurlijk... we zeiden dat daarnet over de supporters, hoe belangrijk dat die zijn. Maar een scoutingsapparaat en een goede werking in een scouting is ook wel echt wel het hart van het sportieve werking. Hè. Dus daar zijn Union wel heel sterk in. Ze hebben ook wel een heel specifieke manier van werken. Het is ook wel een geheimzinnige manier hoe dat ze werken. Niemand weet precies welke Bloem, de eigenaar van Brighton, was vroeger de eigenaar van Union. Nu niet meer, maar die hebben een bepaalde manier van het verzamelen van data en een benchmarking en algoritmes. Een bepaalde manier om dat allemaal in één dossier en samen te zetten, dat niemand niet weet hoe dat zij dat doen. Dus ook binnen de scoutingwereld, zoals bij jullie? Wij hebben een idee, dus dat is ook wel een van de projecten die wij nu opgestart zijn. Dus we willen heel veel inzetten op innovatie en data. En dat is ook het fysieke gekoppeld aan het technische en het tactische, dat we echt wel kunnen in kaart brengen voordat de speler naar hier komt van hoe sterk is die dan wel? Want we kunnen wel zien op de beelden, die loopt wel veel, maar we moeten aan data kunnen raken. Dus daar zijn er ook wel manieren voor. Dus dat doen we nu ook al, maar we willen dat heel erg versterken. En we willen ook wel onze fysieke trainers, Stijn en Adriaan, willen wij daar echt in. Die zijn er echt mee bezig. We hebben zijn echt een project opgestart. Dus, maar hoe dat Union dat doet, dat weet niemand. Kijken wij daar nog op? Ja, absoluut. Maar wij hebben ook wel een goede basis op dit moment. Maar we willen dat echt versterken. Want dat gaat wel belangrijker en belangrijker zijn om een club financieel gezond te houden. Want, zoals ik daarnet zei, iemand kopen, als hij al statistieken heeft, dat is gemakkelijk. Hè? Want dan weet je hoe goed dat die is. Maar die gaat dan ook wel veel duurder zijn. Mm-hmm. En in de nieuwe manier van werken, ik zei daarnet, dat kunnen we niet betalen.
het is niet altijd van kunnen, het is ook gewoon, wij willen dat niet betalen. Wij willen een bepaalde structuur hebben en een beetje controle hebben over onze loonmassa. Mm-hmm. En we mogen ons niet laten leiden tot risico aankopen die veel te veel geld kosten, waar dat je misschien vast zit aan een speler voor veel te lang, waar je niet genoeg rendement uit heeft haalt. Maar dat is goed, dat is mooi, vind ik. Wat de Union ook altijd doet, ze halen ook altijd hun spelers van de leagues, competities waar dat eigenlijk ook niet van verwacht. Bijvoorbeeld, ze haalden deze zomer een speler uit de Estse competitie, Promise David of zo heet die. Mm-hmm. Ze haalden spelers van zo 1860 München uit de derde klasse van de Estland. Dus echt zo leaks dat je niet zou verwachten dat ze mensen naar zouden kijken bijna, maar dat ze echt zo meteen al even kunnen wachten en dan meteen al kunnen presteren en op het niveau gelijk de Jupiler Pro League. Want bijvoorbeeld hun tweede ploeg is nog veel lager dan de onze, die spelen tweede amateur of zelfs nog lager. Mm-hmm. Dus zij moeten wel ook gewoon meteen denken aan de toekomst en meteen niet eens laten spelen bij de tweede ploeg, want dat is veel te laag voor het niveau. Ja, had de Jong ook geen interesse in Gift? Nee. Ik had dat een keer ergens gelezen. Dat was iemand anders, dacht ik. Maar ja, gelezen. Ja. Maar ja, die zullen ook, nogmaals, die vijver is zo, waar dat wij aan het vissen zijn, Union is al een beetje verder, want die betalen al meer voor hun spelers, dus die zitten in hun vijver is iets groter. Dus, maar die inderdaad, die kijken, dat is die screening. Hè. Je moet die spelers echt gaan screenen uit de competities, waar dan niemand hun eigenlijk verwacht. Ja. Max Dien. Voilà. Is dat bij SCV nu toeval dat ze zoveel talenten hebben gehad vorig jaar, of is dat echt ook iets dat eraan zit te komen bij? Ik denk dat STWW toch wel... Matthias is het beste voorbeeld van. Eigenlijk 2 jaar geleden moest hij bijna weg van STWW. Of moest hij weg. Uitleenbeurt. Ze hadden daar geen plaats voor hem in eerste klasse. Natuurlijk 2 jaar geleden. Hij was 2 jaar jonger. Maar hij heeft daar ook wel natuurlijk het geluk gehad dat Thorsten Fink daar trainer is geworden vorig jaar. Die een bepaalde voetbalfilosofie had die hem paste, die al die jonge gasten daar, Matte Smeets, wie is dat daar nog naar Genk gegaan. Dus je hebt dat altijd wel nodig. Iemand die in jou gelooft en die jou durft zetten. Dus onze scouting en screening, ik wil daar wel heel duidelijk in zijn. We willen dat ook wel naar onze eigen jeugd trekken. Dus het mag niet zo zijn dat wij 24 spelers hebben die van ergens anders komen. We moeten echt plaats maken en hebben voor onze eigen jeugd, want dat is ook economisch is dat ook gewoon veel goedkoper en is dat anders heeft dat geen zin om een jeugdopleiding te hebben. En dat is ook uiteindelijk dan mooier voor de jonge spelers om dan zo te zien de anderen doorgroeien, dan gaan ze denken van misschien kan ik het ook zo zijn voor het pakt Malik Fofana of zo. Dat die ene foto met Malik Laha en nog iemand, dat waren zo Achbor. Ja, Achbor dacht ik, alle drie uit de streek. Met Sam Waze, denk ik. Of Sam, met Sam, ja. Ik weet niet eens precies meer. Maar het was met die special edition shirtjes vorig jaar. Ja. Dus had je eigenlijk wel 3 mannen op het veld die echt gewoon uit je streek, regio kwamen. Mm-hmm. Dat was wel echt ook wel mooi om te zien. Ja, dat is waar. En heeft Achbor eigenlijk al een ploeg nu? Of weet dat er niet dat er zo weet. Nee, sorry. Dan moet ik kijken op social media. Ja. goed, we waren bezig over Man of the Matches. Dus tegen Westerlo dan. Westerlo, eigenlijk zou je bijna de hele ploeg kunnen noemen. We hebben echt perfect gespeeld bijna. Ja. Dat was echt een ideale wedstrijd. Maar mijn 2 eerste zouden misschien Surdet en Pardo zijn. Ja. Okay. Maar die waren ook echt actief op het veld. We liepen van links naar rechts, laag, hoog. Mm-hmm. Overal ze waren bijna overal in de aanval. Dus overal bij betrokken, maar... Zoals ik zei, ik kan bijna de hele ploeg noemen. Dat was echt goed. Ik vond het wel zot dat we eigenlijk, maar als ik het ik zal het een halve B-ploeg noemen, dat we met die ploeg toch ook wel gewoon vrij makkelijk konden winnen van Westerlo. Ik denk dat we niet echt een A-ploeg hebben momenteel. Nee. Ja, maar ik denk dat Franke zijn hoofd toch wel een A-ploeg ongeveer is, denk ik. Allee. Ja, in zijn hoofd waarschijnlijk wel. Maar ja, bijvoorbeeld, je ziet ook wel veel vaker nu dat er gewisseld wordt en geschakeld wordt. Ene keer speelt Jokalta bijvoorbeeld, andere keer moet hij bijvoorbeeld
rust, laat hij hem rusten. En ja. Het is echt gewoon mooi. Allee, aan het afwisselen de hele tijd. Ja. Vind ik. Milan, wie is uw man op de match? Ja, ik had er ook twee. Roef, die mag ook niet onderschat worden. Klopt, ook. Ja. Als het dan 3-2 wordt, dan is een andere wedstrijd. Zeker in de tweede helft heeft hij echt veel reddingen gedaan. Ja, hij heeft ook veel zo de bal van kant veranderd, zodat we echt meteen een aanval konden inzetten op de flank. Actief in de opbouw, ja. Ja, en ik heb ook een paar keer een duimpje van Franken gezien naar Roef, dus ik denk dat ze daar wel op getraind hebben. Ja. En ja, De Lorge, ook met 120 minuten in de benen, nog steeds veel gelopen, veel kwaliteit gebracht. En ja, maar natuurlijk, Watanabe is ook niet onderschatten. Nog ook 120 minuten gespeeld, donderdag, nu weer al volledige match. Dus ja, veel pluspunten ook. Ja, die man werken gewoon zo hard aan hun lichaam om fit te blijven, denk ik. Dat, ja. Ja, dat is echt bewonderenswaardig, maar voor hen is het blijkbaar geen probleem. Wanneer zou het de laatste wedstrijd eigenlijk geweest zijn dat Watanabe een minuut gemist heeft? Want ja, ik zou het echt niet... Ik zou het ook niet weten, ja. Die willen wij niet missen, hè. Nee, maar het is inderdaad leuk ook weer al dat jullie Davy noemen, want het is inderdaad iets dat er nu heel hard op gewerkt wordt met Davy, is dat meevoetballen en dat spel verlengen van de ene kant naar de andere. Op Charleroi was dat dan een paar keer dat niet lukte, maar dat is ook een deel van die groeiproces, is eigenlijk fouten durven maken en die nieuwe manier voor Davy misschien, dat echt op zijn leeftijd, is niet meer, het is geen tiener meer, dus dat hij dat echt ook oppikt en dat dit ook wel verbetert. Dat is wel knap om te zien. Ik kan nog één vraag stellen. Misschien ja, leuke vraag om mee te eindigen. Maar waar stoor je aan bij fans? Is er iets dat je echt zo denkt van... daar stoor ik mee aan. Allee, het is makkelijker voor ons om altijd kritiek te geven, maar de omgekeerde wereld. Nee, ik ben natuurlijk heel mijn leven in de voetbal, dus ik ken eigenlijk niks anders. Dus voor mij is een supporter... ik begrijp dat heel goed, dat een supporter gefrustreerd kan zijn. Dat mag ook wel. Omdat ik begrijp dat heel goed. Je gaat de hele week gaan werken en je gaat dan in de weekend naar de voetbal om met de vrienden of met familie of met vrouw of vriendinnen of kinderen om een leuke tijd te hebben en een pintje te drinken. En als het dan niet loopt, dan heb je ook wel de recht. En dat is ook een deel van supporter zijn. Dat is die emotie en die uitlatingen. Ene keer, dat mag in een voetbalstadion. Daarom is voetbal ook zo mooi. Je mocht in een keer roepen en tieren en mensen even uitschelden. Dat is iets dat toch wel de meeste werkplaatsen niet de bedoeling is. Maar dat mag wel in een voetbalstadion. Dus ik begrijp heel goed... Dat is een plaats waar dat emotie heel hard meespeelt. Dus nee, ik stoor mij totaal niet aan supporters. Ik heb daar heel veel respect voor. En ik heb nooit iets anders gekend. Ik heb ook wel door mijn carrière heen heel veel mooie momenten gehad met supporters, maar ook heel veel mindere momenten waar dat je een discussie aangaat of bijna een ruzie, en dat mag. En het enige wat dat ik mij ooit gestoord aan heb, is dat, maar dat hoort gewoon niet in het voetbal. Dat was bij Lokeren, dat er bepaalde supporters kwamen vertellen, maar wij gaan dan wel gaan vechten voor jullie, als hooligans. En dan heb ik zoiets van, maar jongens, niemand die dat vraagt, niemand. Nee. Dat hoort hier niet, dat hoort niet in de voetbal, maar supporteren en een beetje gefrustreerd zijn als het niet goed gaat, allemaal geen probleem. Als het echt niet goed is, mag het af en toe een keer uitgefloten worden. Maar ik heb daar gewoon in het algemeen heel veel respect voor supporters. Ja, het waren misschien zo van die free fights, zo afgesproken. Zo. Ik weet niet. Ja, maakt me niet uit wat voor fights, maar dat hoort niet. Zou Lokeren echt de match van vorig jaar tegen Jong Gent echt als een derby? Of was dat... Ja, dat was de grootste wedstrijd in de voorbije 5-6 jaar voor hun. Dus dan weet je dat ze niet veel gehad hebben na hun faillissement. Wat logisch is, die hebben heel diep gezeten. En het is mooi dat de club nu op de juiste... Allee, voor mij is dat, ik heb daar natuurlijk wel gevoelens naar.
het is mooi dat zij terug aan het komen zijn, maar ja, dat is een van de kleinere clubs die bijna niet leefbaar is meer in de huidige voetbalmilieu. Oké, goed. We gaan afronden, want ik heb gehoord dat je bijna weg moet. Ik heb een meeting. Oké, okay, geen nieuwe transfer of zo? Ja, we gaan samen zitten over onze kern. Dus weer al zo'n squad management meeting, jongens. Ja, oké, okay, succes. Moet ook gebeuren. Succes. Ja. Merci. Dank je, merci. Het was leuk om hier te komen, jongens. Merci. Merci, Milan ook. Goed om te horen. Merci, Michael. Geen probleem. Zijn we volgende week terug met een nieuwe BB. Salut.